Vissen, leuk je kijkt naar de Korte Week Horoscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 25 en dat is van maandag 17 juni tot en met zondag 23 juni. En als het dan de kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het vissen alsof het een bepaalde overwinning voor je wordt. Er ligt ook een kaart die kan staan voor reizen. En het kan staan voor het letterlijke reizen, maar ook voor het figuurlijke reizen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld iets gaat leren, maar het kan ook zijn dat je ergens een keertje op pad gaat. Dat je naar een stad gaat waar je bijvoorbeeld niet veel komt. Of dat je echt naar een andere plek gaat waar je gewoon niet vaak aanwezig bent. Ik heb het idee dat het je ook wel iets gaat brengen op het financiële vlak en dat er een bepaalde groei gaat komen. Het lijkt dus echt een week te zijn die je zeker iets gaat brengen en dat je ook echt in groei en bloeistand gaat. En ik heb ook het idee dat het ermee te maken heeft dat het een stukje is dat je heel erg naar jezelf geluisterd hebt de laatste tijd en dat je daardoor een bepaalde punt gaat bereiken, waardoor je de dingen wat meer op je pad gaat krijgen die echt bij jou passen. En dat heb je eigenlijk allemaal voor jezelf bij elkaar gevisualiseerd, bewust of onbewust. Hè? Je krijgt op dat moment waar je dus eigenlijk mee bezig bent geweest. En deze week gaat voor jou gewoon heel veel plezier en groei brengen. Dit was alweer de Korte Week Horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En wens je sowieso een super fijne week.